Het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor van Roosendaal naar Lage Zwaluwe groeit de komende jaren explosief. Huiseigenaren op minder dan 18 meter van het spoor kunnen worden uitgekocht. Dat is het geval op Vaartweg 2 in Oudebos. Nummer 4, eigendom van Caspar de Bruin, komt echter niet in aanmerking. De reden? Zijn woning staat op 20 meter afstand van het spoor. 2 meter te ver dus om vergoeding te kunnen krijgen. De Bruin voelt zich slachtoffer van absolute willekeur.